7 december 1744 werd hier recht achter mij op de overgang van Markt en Clarissestraat Bokstel Hendrik Verhees geboren. Hendrik, zoon van Hendrik Verhees senior en Maria van der Slijden, zal zich gedurende zijn leven ontwikkelen tot een intelligente en breed georiënteerde bokstelaar. Een man die ons door zijn leven en werk veel heeft nagelaten en die voor Bokstel, maar ook voor Brabant en zelfs nationaal van betekenis is geweest. Hier op de Burghakker, ter hoogte van de voormalige Leverschool, stond de schuurkerk waar Hendrik Verhees op 7 december 1744 werd gedoopt. De Burghakker speelde in nog meerdere opzichten een rol in het leven van Verhees. De kasseien die nu nog het wegdek vormen, zijn mogelijk nog afkomstig uit een partij van 61.500 keien die Hendrik Verhees in 1788 in opdracht van het Bokselse gemeentebestuur in Brussel ging kopen voor verharding van Burgakker, Gareneintje, wat nu de Molenstraat is, en de Zwaanse Brug. Hier aan de Burgakker vinden we ook het geboortehuis van vicaris Antonius van Alphen, die Hendrik Verhees goed heeft gekend, onder meer in het kader van de herbouw van de Sint-Petruskerk. Van Alphen was fel tegenstander. Hendrik Verhees was voor herbouw. Over de opleiding van de jonge Hendrik weten we weinig. Maar hier, aan de rand van het kerkhof van de Bokse Sint-Petruskerk, stond de oude school die hij ongetwijfeld bezocht zal hebben. Hendrik Verhees moet een helder verstand en een zeer brede belangstelling hebben gehad. Dat blijkt onder meer uit de enorme bibliotheek die hij naliet en die in een toen opgemaakte en nog bestaande boedelbeschrijving is terug te vinden. Hendrik Verhees was een man met een opmerkelijk karakter. Zuinigheid, inzet, plichtsbesef en een groot rechtvaardigheidsgevoel waren begrippen die op hem van toepassing waren. Hij liet bepaald niet met zich spotten en in zekere situaties had hij lange tenen. Ook was enige vorm van ijdelheid hem niet vreemd. Een waarnemer uit Verhees' Haagse periode, waar Hendrik lid was van het eerste democratisch gekozen parlement in de Nederlandse geschiedenis, schreef over hem dat hij meer aandacht had voor de dames op de publieke tribune dan voor de adviezen die werden uitgebracht. Hendrik Verhees bleef zijn leven lang vrijgezel. Hij had ook weinig tijd voor het sociaal leven. Hij was energiek en altijd druk. Vaak ook vervulde hij 2 of meer functies tegelijkertijd. In 1763 doet de dan 18-jarige Hendrik examen om officieel als landmeter werkzaam te mogen zijn. Hij slaagt en vanaf dat moment is hij geadmitteerd, toegelaten tot het beroep van landmeter. Gedurende zijn leven zal hij ruim 40 kaarten opmeten en maken. In 1767 kreeg Hendrik Verhees, dan 23 jaar oud, opdracht van het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch om de percelen grenzende aan de smalle en brede haven in Den Bosch op te meten en in kaart te brengen. Dit project vormde een van de eerste opdrachten voor Hendrik Verhees als landmeter en cartograaf. In het begin van de 19e eeuw gingen steeds meer gemeentebesturen ertoe over hun gemeene grond, nog woest en ledig gebied, te verkopen om in cultuur te worden gebracht. Van de zogenaamde 8 mannen, 2 gezworenen uit elk van de dorpen Bokstel, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Sint-Oederode, ontving Hendrik de opdracht voor het maken van de kaart van de bodem van Elde. Deze kaart, die gemaakt werd in het kader van de verkoop van een groot nat bos- en heidegebied, de bodem van Elde, gelegen tussen Sint-Michielsgestel, Middelrode, Schijndel, Olland, Liemde en Bokstel, was gereed in 1803.
Het belangrijkste project als cartograaf was voor Hendrik Verhees ongetwijfeld het opmeten, tekenen, drukken en uitgeven van de grote meierijkaart, die in druk is gebleven tot in 1870. Deskundige tijdgenoten waren opgetogen over het resultaat. De grote meierijkaart was van een veel grotere uitvoerigheid en nauwkeurigheid dan oudere exemplaren van dit gebied. Uitmuntend, vernieuwend en voorzien van duidelijke informatie over bijvoorbeeld dorpsgrenzen. Hendrik Verhees zelf was zeer trots en tevreden over de kaart, de eerste goede kaart van Brabant die verkleind maar ongewijzigd kon worden ingepast in de nieuwe kaart van geheel Nederland die baron Kraaienhof in opdracht van de landsregering maakte. Hendrik Verhees behoorde ongetwijfeld tot de vooraanstaande landmeter-cartografen van zijn tijd. Ook ander werk dan de grote meierijkaart was van zo'n hoog niveau en goede kwaliteit dat dit hem vele andere opdrachten opleverde, verspreid over de gehele provincie, ook in Boksel zelf. Het kaartje van het barrièrehuis aan de Clarissestraat, de locatie waar nog steeds een monumentaal herenhuis staat, maar ook de schets van een losplaats aan de Dommel, bij de Ter Aasse brug, bij het huidige waterschapsgebouw te Bokstel, zijn daar voorbeelden van. Toen de vader van Hendrik Verhees in 1742 naar Bokstel kwam, is hij direct aan de slag gegaan als aannemer. Een onderhoudsklus aan de Sint-Petrus, die sinds 1660, toen het schip instortte, gedeeltelijk in puin lag, werd door de circa 50 lidmaten tellende protestantse gemeenschap gegund aan Verhees senior. Al snel vergezelde Hendrik junior zijn vader en nam op zeker moment het onderhoud aan bepaalde objecten over of verwierf nieuwe opdrachten. Hendrik Verhees verzorgde gedurende meerdere jaren het onderhoud aan de pastorijen, hier aan de koppel in Bokstel en vanaf de reformatie woning van de dominee. Ook pleegde hij onderhoud aan kasteel Stapelen, eigendom van de heer van Bokstel. Meermalen was hij belast met onderhoud aan wegvakken en bruggen in de straatweg van 's-Hertogenbosch, Eindhoven-Luik, die op dat moment pas gereed was tot aan Best. Op verzoek van de gemeente Helvoort maakte hij een ontwerp voor de aanleg van een nieuwe weg van Helvoort naar Vught, waarvan Verhees, na verkenning van het tracé, opmerkte dat dit een van de slechtste wegen was die hij kende. Begin 19e eeuw behoorde Hendrik Verhees tot de meest vooraanstaande waterstaatkundigen in Noord-Brabant. Hij stond zelfs aan de wieg van waterstaat in Noord-Brabant. Hoogtepunt in die periode vormt zijn benoeming tot directeur van de werkzaamheden tot bevaarbaarmaking van de rivier de Aa, hier bij Heeswijk-Dinter nabij kasteel Heeswijk. Onder meer door geldgebrek, hoge waterstanden, problemen met aanliggende dorpen en door de roerige tijden kwam er van bevaarbaarmaking van de Aa weinig terecht in de praktijk. Pas jaren later vond kanalisatie plaats, maar die had niets meer van doen met bevaarbaarmaking, doch diende uitsluitend voor een efficiëntere waterafvoer. In 1783 schreef het Rotterdamse Bataafs Genootschap een prijsvraag uit met de vraag: kan er ten behoeve van de scheepvaart een kanaal worden aangelegd tussen 's-Hertogenbosch, Maastricht en Luik? En zo ja, wat is dan het beste plan? Hendrik Verhees nam daaraan deel onder de spreuk voor het vaderland en onderbouwde zijn plan met een tekening en kostenberekening. In 1785 won hij met zijn antwoord een gouden medaille. In zijn ontwerp had hij het kanaal gepland langs zijn woonplaats Bokstel. We staan hier bij de Baardwijkse Overlaat. Een overlaat is een plaatselijke verlaging in een dijk waarbij hoogwater het overtollige water gecontroleerd naar een erachter gelegen gebied kan worden afgevoerd. In vroegere jaren kwam het hoge water vanuit het inundatiegebied 's-Hertogenbosch aanstromen, bereikte dan een bepaalde hoogte en ging over de dijk naar het erachter gelegen overstortgebied. Hendrik Verhees heeft als waterstaatkundige meerdere malen bemoeienis gehad met deze overlaat. Verhees maakte onder meer een kaart naar aanleiding van verrichte hoogtemetingen. Ook maakte hij in 1792 een tekening voor een pijlsteen
die op de heide tussen Baardwijk en Drunen moest worden geplaatst. Daarnaast voerde hij diverse inspecties uit aan deze overlaat. Tijdens een van zijn reizen naar de Baardwijkse overlaat nam Hendrik Verhees de gelegenheid te baat om ook een schets te maken van het toen nog bestaande Baardwijkse kerkje. Deze schets vormt er één uit een serie van circa 240 die Hendrik Verhees tussen 1787 en 1809 maakte van voornamelijk kerken, kapellen en raadhuizen. In Baardwijk resteert van het kerkje alleen nog de toren. Dankzij aantekeningen van Verhees op een aantal van zijn schetsen weten we hoe die tot stand kwamen. Bijvoorbeeld, daar voorbij rijdende in een koetskar. Of, zo het mij voor den geest is gebleven. Dit laatste is waarschijnlijk de reden dat veel schetsen niet helemaal natuurgetrouw zijn. In een aantal gevallen vormt de schets van Verhees nog de enig resterende afbeelding van reeds lang verdwenen of ingrijpend verbouwde gebouwen. Gelukkig bleven de schetsen na de dood van Verhees bewaard. In 1975 werden ze gebundeld uitgegeven in het schetsenboek van Hendrik Verhees. Het protestantse kerkje aan de Claressestraat te Bokstel vormt een van de laatste ontwerpen die Hendrik Verhees als architect maakte. Terwijl de Bokstelse katholieken nog tot 1827 ter kerke moesten blijven gaan in hun schuurkerk aan de Burgakker, kreeg de kleine protestantse gemeenschap van Bokstel in oktober 1809 van koning Lodewijk Napoleon een bedrag van 7000 gulden in assignaten. Frans papiergeld dat hevig werd geteisterd door inflatie. Zodoende was er, toen er eindelijk gebouwd kon worden, nog slechts een bedrag van 5400 gulden over. Om die reden is het kerkje kleiner en soberder uitgevoerd dan het oorspronkelijke ontwerp van Verhees. In december 1812 werd het protestantse kerkje aan de Claressestraat in gebruik genomen. Ook het raadhuis van Niemde is van de hand van Hendrik Verhees. Dit eerste raadhuis werd in 1787 gebouwd door dorpstimmerman Heiligert van Haren naar een eerder door Hendrik Verhees gemaakt ontwerp. Het werd geplaatst in het nieuwe centrum van het dorp. Dorpstimmerman Heiligert van Haren bouwde in 1783 ook in Liemde dit toen nieuwe schoolhuis, eveneens naar een ontwerp van Hendrik Verhees. Dit schoolhuis zou als school in gebruik blijven tot in de 40e jaren van de 19e eeuw. Kenmerkend voor dit schoolgebouw zijn de in de zijgevel aangebrachte muurankers die tezamen het bouwjaar 1783 vormen. In 1764 waren de Mudelse schepenen niet langer tevreden over hun behuizing. Toch zou het nog duren tot 1771 vooraleer Hendrik Verhees de opdracht kreeg een tekening te maken voor een nieuw te bouwen raadhuis in Budel Schepenhuis genaamd. Het bouwplan voorzag op de begane grond in een garen- en botermarkt en stalling voor de brandspuit. De eerste verdieping, door Verhees aangeduid met tweede grond, omvatte drie gevangenhokken, een beduidend grotere gijzelkamer, een ruimte voor de secretarie, de kamer voor de schepenen, alsmede een gang, uitkomende op het bordes met toegangsdeur. In 1772 verwierf Verhees, dan 28 jaar oud, ook de opdracht om het schepenhuis te bouwen. En in 1773 ontving hij hiervoor een bedrag van 4.650 gulden, waarmee de Budelse begroting werd overschreden. De bouw zou uiteindelijk nog duurder uitvallen. Hendrik Verhees had voorzien in een houten trap. Deze vonden de schepenen kennelijk niet prestigieus genoeg. Zij verkochten de trap voor 50 gulden en lieten een stenen trap, bordes en ijzeren leuning aanbrengen. Door zijn invloed en aanzien was het vanzelfsprekend dat Hendrik Verhees ook op politiek-bestuurlijk terrein van zich deed spreken. Hij begint zijn politieke carrière in de functie van collecteur der burgemeesterslasten. Dat is belastinginner en hulpje van de burgemeester. Later zal hij zelf burgemeester worden en daarmee tevens verantwoordelijk voor een deel van de dorpsfinanciën. Ten tijde van Hendrik Verhees was in dit gedeelte van de Sint-Petruskerk het bestuurlijk gedeelte van Bokstel gevestigd. In deze ruimte, toen nog afgeschermd door een muur van de kerk, bevond zich het raadhuis. En op die plaats, in de muur,
bevond zich in verbinding met de ruimte die ook al werd aangeduid als achter het raadhuis en werkruimte bood aan de secretaris. Dit is die werkruimte van de secretaris. De trap leidde naar het gemeentearchief. Trap en verdieping werden pas aangebracht omstreeks 1660, toen dit deel van de kerk als raadhuis ging fungeren. Gedurende zijn bestuurlijke periode moet Hendrik Verhees veelvuldig in deze ruimtes in dit deel van de kerk zijn geweest. In zijn woonplaats Bokstel is hij ook nog schepen, presidentschepen en locodrossaard geweest. Politiek gezien sloot Verhees zich aan bij de patriotten, die streefden naar zelfbeschikkingsrecht langs democratische wegen en naar staats- en belastinghervormingen. Hun tegenstanders waren de aanhangers van de Oranjegezinde Partij. Aanvankelijk geholpen door de Franse Revolutie en de bezetting door Frankrijk van Nederland, kregen patriotten meer kansen zich te ontplooien. Gevolg was dat Hendrik Verhees werd gekozen als representant en voor een periode van 5 jaar Bokstel verliet om in Den Haag als volksvertegenwoordiger zijn provincie Brabant en het land te dienen. Hoogtepunt vormde de slotzitting van de oude Staten-Generaal op 1 maart 1796, waarbij Brabant eindelijk als gelijkgerechtigde provincie werd toegelaten tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Bij deze zitting waren slechts 3 Brabantse afgevaardigden aanwezig. Eén ervan was Hendrik Verhees. Op deze plek stond in de tijd van Verhees tot medio 80e jaren van de 20e eeuw Herberg Het Fortuin, het latere Hotel De Kei. Bij gebrek aan een eigen onderkomen werd hier ook zitting gehouden door de vrederechter. De vrederechter was een lekenrechter, dus in de meeste gevallen geen geschoold jurist. Hij moest oordelen op basis van billijkheid. Als eerste vrederechter in Bokstel kon Verhees dus de laatste jaren van zijn leven zitting houden pal naast zijn woning. Zijn benoeming ging in op 14 mei 1811 en we weten dat Verhees nog tot 1 week voor zijn dood zitting hield. Op 28 april 1813, om 7 uur in de morgen, doen Jacobus Maas en Evert van der Zande, vrienden van Hendrik Verhees, aangifte van zijn overlijden. Op deze plaats, waar nu een pad ligt, vond Hendrik Verhees na een ongetwijfeld druk bezochte uitvaartmis op 26 april 1813 een laatste rustplaats op het kerkhof rond de Bokstelse Sint-Peterskerk. In Bokstel leeft hij voort in de vorm van onder andere in Hendrik Verheeslaan, een boek over zijn leven en werk en deze documentaire. Als vooraanstaand landmeter en cartograaf, als mens met een groot rechtvaardigheidsgevoel en plichtbesef, maar vooral door zijn veelzijdigheid, zijn kennis en vaardigheden, is Verhees voor Bokstel, maar ook voor Brabant en zelfs nationaal van betekenis geweest. Hendrik Verhees, een bijzondere Brabander in een bijzondere tijd.